Weet u iets meer van de muzikale comeback van André Hazes? Ja, we hebben gisteren in de uitzending van Show News erover gehad dat zijn vorige schrijversteam, ja, dat die daar nu afscheid van genomen heeft. Hij heeft een nieuw schrijversteam. Edwin van Hoevelaak, ja, een beetje de aanvoerder van de producer ook van dat team, ja, die was daar not amused over, omdat hij ook maar niks van André hoort. Mm-hmm. Nou, André zelf heeft vandaag op Insta een aantal dingen gepost die ook wel duidelijk maken dat hij echt serieus met dat schrijversteam. Hij heeft zelfs een soort schrijverskamp. En ja, wat ik heel erg leuk vind is dat zowel Snelle als Diggy Dex daarbij betrokken zijn. Maar ook een naam die we nog niet zo heel vaak gehoord hebben in de context van André, dat is Julian Fahle. En Julian is de zoon van Linda de Mol en topregisseur Sander Fahle. En die is dus ook producer, muziekproducer. Doet heel erg zijn best, maar schrijft ook mooie nummers. Voor Maan heeft hij dingen gemaakt, voor Fleming. En het is natuurlijk hartstikke leuk dat hij nu ook zo iemand in zijn entourage heeft. Ja. Nou, we hebben ook nog even contact gehad met Edwin van Hoevelaak. Van, ja, heb je nou inmiddels al wat gehoord? Want die heeft natuurlijk dit ook gezien op het Instagram van André. Maar hij zegt, nee, die voelt zich toch echt wel een beetje belazerd dat hij nog niks gehoord heeft. We weten natuurlijk niet precies wat er aan de hand is. Zijn oude band, ja, daar heeft hij, zeg maar, zijn oude schrijversteam, heeft hij dan niet zoveel contact mee. Maar er is eentje, en dat is Marcel Visser, de bandleider. En die zit ook in de schrijverskamp. Ze heeft natuurlijk nog wel iets vertrouwds in de buurt. Ja, weergeloze gitarist.